Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij F2021 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Schraven en vandaag gaan we verder in Italië, aflevering nummer 78. Belooft een leuke wedstrijd te gaan worden. Italië zijn we altijd bloedsnel op. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer gewoon voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. We hebben de 115 abonnees behaald, dus het doel is dus nu bereikt op naar de 120 abonnees. Dus gewoon abonneren en zo niet, ja. Maar goed, beloon de video vooral met een like. Deel deze met je vrienden en familie. Volg me even op de social media, @jilanschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. En zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie natuurlijk. Dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Italië. De race begint droog, maar kan nat worden, net als in Zandvoort. De vorige wedstrijd dus. Q1 belooft hier niet zoveel spannends te gaan worden. Ik verwacht gewoon door te kunnen komen naar Q2. Dan zijn we aanbeland bij de laatste bocht hier in Italië. We gaan ons opmaken voor hopelijk onze laatste run in Q1. En dat wordt een 1.17.1 op de snelste tijd in Q1. We zijn aanbeland bij Q2 met nog 7 minuten op de klok. Dit wordt gewoon mijn laatste run van deze sessie. P16. En kijken wat dit rondje ons gaat opbrengen. De topsnelheid ligt hier 354 km per uur. Net wat lager dan de Ferrari motor. Kom aan bij start-finish en dat is alweer de snelste tijd met een 1.18.4. De snelste tijd in Q2. Dan zijn we aanbeland bij Q3. Iedereen heeft al een run genoteerd. Iedereen is nu bezig met zijn tweede outlap. Wij gaan nu mijn laatste run in. Onze eerste en enige run in Q3. Kijken of wij naar de pole position kunnen komen. Aanbeland bij het laatste, bij de laatste sector van Italië. Hier dan vol gas bij Parabolica. Iets te wijd, maar dat is geen probleem. En dat is de snelste tijd met een 1.17.4. En dat is de pole position, jazeker. Maar kijk eens. We stappen op 2. Gasly mist hem op 10.000ste van Max. Maar wij dus op P1. Goed gedaan. Dan is het op naar de race hier in Italië voor My Team Career Mode aflevering 78. Daar gaan we dan. Er kan regen op het einde verwachten. Dus dat wordt hartstikke leuk. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker beginnen. We're back in Italy once again for another round of the Formula One World Championship. And what a great race is in store for us today here at the oldest circuit on the calendar. Monza hosted its first race all the way back in 1922 with top speeds up to 215 miles per hour and an average lap speed of around 155 miles per hour. Monza's reputation as one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Gasly, Ricciardo, Lando Norris, and Bottas, Sainz, Hamilton, Leclerc, and George Russell, Tsunoda, Perez, and Guan Yu Zhou. And Ocon, Giovinazzi, Latifi, Lance Stroll,
and Marcus Armstrong. Ireland, Lundgaard, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid hier in Italië. Regen op het einde, dus dat kan het wat spannender gaan maken natuurlijk. Soft, medium, neem maar gewoon wat extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 78 hier in Italië. We starten op pole position naast ons Max Verstappen. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en hebben al gelijk wheelspin te pakken. En Max is beter weg, is naar P1 gegaan. Ook Ricciardo doet een poging om P2 af te pakken. Gasly zit aan de buitenkant. Maar we laten hem mooi uitlopen en dat is de tweede plek. Voorlopig geel in sector 1 vanwege die eerste bocht. Die is krap. Daardoor staat er een soort van ontstopping. Maar we kunnen weer racen en Max naar de leiding in de wedstrijd. Het gat is inmiddels 16e. We zitten einde ronde nummer 1 als we dat gat hebben gedicht. En het is nu ongeveer een tiende geworden. Max heeft hier meer snelheid. Wij gooien onze overtakeknop aan en Max noteert de snelste raceronde met een 1.21.3. Wij kijken hier in de slipstream naar de buitenkant van Max. Lukt dat? Max remt laat. Terugkruisen lukt helaas net niet, want we raken elkaar. En een klein momentje overstuur op de exit. Gasly is weer naar ons toegereden. Het gat is 14e. The energy store is getting worn, reducing our overall capacity. The more charge you hold. Energy Store heeft het moeizaam. Hier dan proberen aan de buitenkant dit keer bij Max. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En de leiding weer heroverd in ronde nummer 2. We hebben een klein last van een onderstuur momentje. Daardoor kan Verstappen terug naar ons toe rijden en mij aanvallen. Gasly zit ook te kijken. En we moeten Max helaas laten gaan. Alhoewel hier dan. Parabolica buitenom. Nee, net niet. Jammer. En daar zit Gasly al. Wij duiken in de slipstream van Verstappen. Maar Gasly is sneller. En Max blokkeert ons helaas. Gasly probeert het buitenom bij Verstappen. Lukt dat? Zit aan die binnenkant. Net niet. Hebben we wel een klein beetje overstuur. En Gasly op de tweede plek. Wij naar P3 doorverwezen. Op het rechterstuk hier DRS geopend op Gasly. Aan de buitenkant kijken. Lukt dat? Het is een beetje close. Twee wielen op het gras. Maar het is weer P2 op naar Max Verstappen. Slipstream pakken van mijn landgenoot. Kijken of wij hier iets kunnen doen op dat rechterstuk zometeen. Tot nu toe zitten wij klem. Hier een kortere lijn nemen. Lukt dat? Nee, net niet. Jammer. Zitten we heel dicht op. DRS ingeschakeld. Weer slipstream pakken. Weer naar die binnenkant kijken. En dat lukt deze keer. Jazeker. De leiding weer heroverd in ronde nummer 4. Goed zo. En nu proberen weg te rijden van Verstappen, Gasly, Ricciardo en Valtteri Bottas. Maar Verstappen wil een tegenaanval doen. Groen in sector 1. Goed om te zien. Verstappen kan hier helemaal niks. We gaan er wel een klein beetje wijd. En gaan daar gewoon veel te wijd. Verstappen weer terug naar P1. Door een foutje van ons. Wij hebben hier geen DRS. Duiken in de slipstream. Gasly zit te kijken. Maar daar gebeurt iets. Gasly weg in de grote prijs. Pierre Gasly verliest zijn auto op het rechterstuk. En wij duiken hier in de slipstream van Max. Zet een aanval in aan de buitenkant. Groene vlag wordt gezwaaid en P1 is weer van ons. Geen plannen voor een safety car, zegt Jeff. Gasly ook uitgevallen in de grote prijs. En wij gaan hier wat wieven op het rechterstuk. We stappen aan de buitenkant. En heeft ons gepasseerd. Wij kunnen
niet terugkomen helaas. Jammer. Aan boord bij Gasly. Wat gebeurt daar? Die heeft een overstuurmoment. Corrigeert daar te veel. En dan is het einde wedstrijd voor de Fransman. Ja, want hij rijdt langzaam. En ik denk dat hij de auto moet staken. Jammer voor Gasly. Die hier op een podiumpositie reed. Aan boord bij Hamilton. Want ook Norris wordt geraakt. Ja. En dat krijg je ervan als Gasly zijn auto gewoon breed parkeert. Op, ja, wat is het, dat rechte stuk. Weer terug naar ons gevecht met Verstappen en mijzelf. En in ronde nummer 5 pak ik Max daar mooi buitenom. Maar ga daar iets te wijd en moet over dat broodje heen springen. En dat betekent Max weer terug aan de leiding. Norris op P3 dit keer. Sainz op 4. Zhou op P5. Wij hebben zometeen ook weer DRS van Max. Aan de buitenkant kijken. Dan hier naar de binnenkant. We doen een dummy. En dat is weer P1. Goed gedaan. Alhoewel, Verstappen kan hier terugkomen. Omdat we een slechte run hebben bij Ascari. En dat betekent Max weer aan de leiding. Bij Parabolica hier aan de binnenkant zetten. Jazeker, lukt dat? Het is een beetje close. Maar het lukt. Alhoewel. Ja, zeker. Dit keer is het officieel gelukt. En wij weer terug naar P1 in de wedstrijd. Dan moet ons niet vergalopperen. En dat doen wij. We vergalopperen hier ons heel groot. Max weer terug naar P1. Jazeker. Het is steeds op en neer en ik voel gewoon de druk. En dat betekent dat ik fouten ga maken. Max weer naar P1. De leidende positie, maar wij vallen hem hier diep aan. Diep ingeremd. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En wij knijpen hem al gelijk af. Goed om te zien. Dan kan Verstappen hier zometeen weer aanvallen. Check your MFD for a new strategy option. En een nieuwe strategie is beschikbaar. Om naar de medium band te duiken. Daar zit Max aan de binnenkant. Te kijken. Is er niet voorbij. Durft hem er niet volledig naast te zetten. Maken daar wel een klein foutje. En dit keer is het Verstappen en Norris die mij beiden passeren. Voor P1 en P2. Norris aan de buitenkant kan er net niet voorbij. Wij worden geblokkeerd door Norris. Moeten opletten want anders krijgen we een penalty. Zegt Jeff. Hier dan aan de binnenkant van Norris. Lukt dat? Nee, net niet. Hebben ook wel slipstream. Ook DRS. Krijgen een track limit waarschuwing. Max naar P3 doorverwezen. Norris naar de leiding. Maar wij pakken hem hier mooi terug aan die binnenkant. Laat hem hier uitrollen. Wordt gewoon op dat broodje geduwd. En dat betekent Norris naar P2. En Norris kan hier helemaal niks. Ronde nummer 8 en precies weer hetzelfde verhaal. Norris dit keer bij Verstappen te kijken, want wij maakten een klein foutje. En Max weer terug naar P1. Norris naar P2, wij dus naar P3 en Carlos Sainz op P4. We kijken bij Norris. Aan de buitenkant, lukt dat? Jazeker, dat lukt. En dan is daar een kleine touché en Norris gesplint. En er wordt regen verwacht binnen 10 tot 15 minuten. Gele vlag. Gele vlag vanwege Lando Norris. Die daar stilstaat. Safety car op de baan geroepen. De safety car op het circuit. We moeten nu bij de delta zien aan te houden. Ik denk dat Max naar binnen gaat. En dat wij niet kunnen profiteren van de safety car. Dus we moeten door aan boord bij Norris. Wat er gebeurde, we kijken hier aan de buitenkant. En Norris stuurt zelf op dat broodje. En stuurt gewoon tegen mij aan. In de tussentijd is Nikita Mazepin uitgevallen tijdens die safety car fase. Nikita Mazepin uitgevallen in de wedstrijd. Dus het gaat heel hard. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 10. En wij gaan weer zometeen racen. Hier in Italië. Er is dus ook regen verwacht. Ik ben dus niet naar binnen geweest. Waarom? Max dook al naar binnen. En daardoor verloor ik te veel tijd. Dus dat risico wou ik niet nemen.
Nu gaan we door totdat de regen valt. De vraag is, wanneer valt die regen? Want als hij niet valt, dan zijn we de klos. Dan kunnen we geen pitstop meer maken en dan worden we gedisqualificeerd. Of we kunnen de pitstop maken, alleen dan winnen we sowieso niet de wedstrijd. Want Verstappen is weer gewoon op P2 teruggekomen tijdens die safety car pitstop. We gaan hier het tempo nog even langzaam doen. Tempo ook even mooi opvoeren in de grote prijs. Max naar P2, Sainz op P3, Hamilton 4, Tsunoda 5. Wij gaan hier op het gas. Green flag. En de groene vlag wordt gezwaaid. Max duikt gelijk mee in de slipstream. Wij proberen die te breken. En dat lukt ook. Max kan hier niet aanvallen in ronde nummer 11. We maken wel een kleine fout. Een grote fout zou ik zeggen. Of toch klein. Ja, toch klein. Toch een kleine fout. Wat kan Max hier? Wat kan Verstappen hier? Helemaal niks. Klein beetje grind meegepakt. Verstappen kijkt naar de buitenkant, maar er is geen ruimte. En hier ook nog niet. Dan volgt hier dan het rechte stuk. Maar dat gat naar Verstappen is inmiddels 14e geworden. Ik denk iets te groot voor een echte aanval. En dat zeg ik goed. Max kan hier niet aanvallen. En we zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. 5 rondjes later als de regen begint te vallen hier in Italië. De banden gaan er wel aan. Die zijn nu 16 ronden oud. We stappen nog steeds op P2 op die harde band. Heeft Carlos Sainz in zijn nek hijgen voor P2. Hamilton op P4. Tsunoda op P5. Wij dus aan de leiding met nog 11 ronden te gaan in de wedstrijd. En zitten in ronde nummer 17 nog 10 rondjes te gaan. Dus dat belooft nogal wat voor de laatste 10 rondes. En een ronde later, in ronde nummer 18, duik ik naar binnen voor de intermediates. Gaan proberen Max Verstappen te undercutten in de wedstrijd. Als dat lukt, duiken als eerste naar binnen. Hetzelfde geldt voor Charles Leclerc. En wij gaan naar de intermediates. 2,4 is de pitstop. En we komen terug op een P6. Klein beetje wielspin vanwege de koude banden die net uit de bandenwarmers komen. En Max heeft die P1 moeten afstaan aan Carlos Sainz, terwijl we hier gewoon te wijd gaan. De remmen zijn koud. De remmen zijn koud. Daardoor dus. En dit kan een gunstig voordeel zijn voor Verstappen, die zometeen misschien als hij een pitstop maakt voor ons het circuit weer op kan komen. Maar dat is niet gelukt. Max achter ons beland. Vier ronden nog te gaan. Sainz op P2. Max op P3. Hamilton en Leclerc knokken om P4. Als het daar geel is vanwege een Alfa Tauri volgens mij, dat is Yuki Tsunoda. Die gaat uitvallen. Zullen we daar ook een klein foutje maken en moeten hier de escape route nemen. Dit gaat tijd kosten. Jeff zegt, voor nu is het veilig om op de intermediates te gaan vanwege het standing water. Het water wat op het circuit stilstaat eigenlijk. Herhaling van wat er is gebeurd met Yuki Tsunoda. Alfa Tauri verlaat Italië met 0 punten vanwege Gasly die uitviel en Tsunoda die uitviel. Honda niet tevreden. Jammer maar helaas. En dan parkeert hier Yuki Tsunoda de auto bij een Marshall. En we zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Wij gaan hier de wedstrijd winnen met een andere strategie dan de rest. Maken een 1 stopper in plaats van een 2 stopper. Pakken niet al snel het resultaatpunt. Maar goed, dat is geen probleem. Sainz voor Ferrari naar het podium. Doet hij goed. Max stelt teleur. Naar P3, jammer maar helaas. Op naar de volgende wedstrijd.
en kijken wat dat gaat opbrengen voor ons. 10 race wins, unbelievable. That's the most consecutive wins by any driver in Formula 1. Well done. Here we are then, a thoroughly deserved win in Italy after another excellent Grand Prix. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. Nou, hier we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Italië, pakken niet te snel als racepunt. Sainz op P2, Verstappen op P3 en Mick Schumacher pakt zijn allereerste punten voor Haas. Goed gedaan, Callum Ilott, naar de punten, jazeker. En wat Jeff net zei, we pakken onze 10e overwinning op een rij. Jeff zei, ja, dat is een wereldrecord, dat klopt niet, want in seizoen 4 of in seizoen 3 hadden wij 16 races gewonnen. Dus dat record is van ons met 16 achtereenvolgende overwinningen. Dus wat Jeff zei klopt dus helemaal niet. Het klassement is gewoon niet spannend. Constructeurs, Ferrari pakt McLaren en Alfa Tauri. Dus de Italianen knokken zich naar voren. En Mick Schumacher pakt zijn allereerste punten. Knap hoor. En staat weer voor Nikita Mazepin. De enige die 0 punten heeft is Christian Lundgaard. Ongelooflijk. Het team acclaim is gewoon zoals het hoort. Gewoon goed. Dit moeten we gewoon zien vol te houden. Tot het einde van het seizoen. En dan ga ik My Team Remote afsluiten op naar F1 22. Het cash is gewoon 3,07 miljoen door de sponsoren. Helaas hebben Max en ik ongeveer 40.000 beide misgelopen door schade aan de auto. Maar dat is geen probleem. In totaal 227,67 miljoen dollar op de bank. Goed gedaan zou ik zeggen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Wil je gewoon abonneren voor meer wekelijkse F2021 My Team Creamed content? We hebben de 150 abonnees gehaald. Op naar de 120 abonnees dus. Dat zou tof zijn als we dat zouden kunnen halen. Volg me even op de sociale media. @Jenan Schaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was Jenan mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Dan weer verder in Rusland. Tot ziens.